Dit is een eenvoudig recept voor gnocchi. Wat heb je nodig? Gnocchi, tomaat, mozzarella, rucola, pijnboompit, basilicum, olie en peper. Rooster de pijnboompitjes in een pan. Snij de mozzarella in stukjes. Snij de cherrytomaatjes in stukjes. Kook de gnocchi volgens de aanwijzing op de verpakking. Dit is maar een paar minuten. Als het klaar is, bak de gnocchi in een koekenpan, zodat ze er een beetje goudbruin uitzien. Verdeel de gnocchi over de borden. Voeg de tomaatjes toe. Verdeel de rucola over de borden. Voeg de mozzarella toe. Verdeel de pijnboompitjes over de borden. Voeg de basilicum toe. En maak het op smaak met een beetje peper. En olijfolie. Zorg ervoor dat je in ieder geval goede olijfolie hebt. Met een lekkere smaak.